Het schooljaar in Rotterdam is inmiddels begonnen. In Marokko ook, maar niet iedereen daar heeft het geld om een schooltas te kopen. Stichting Petit Maroc zorgt al enkele jaren voor schoolspullen voor weeskinderen in Marokko. Dit jaar zijn maar liefst 6500 gevulde schooltassen gedoneerd. Actueel TV nam een kijkje voordat de tassen naar Marokko werden gestuurd. 3 jaar geleden begon Fatima Talbi, gemeenteraadslid in Rotterdam, een hulpactie om schooltassen voor de kinderen van een weeshuis in het geboortedorp van haar man te helpen. Met het motto elk kind een schooltas zamelden ze geld in om 150 tassen te regelen. Dit jaar wilden ze geen geld, maar dat mensen schooltassen met inhoud doneerden. Mijn man en ik hebben een weeshuis in Marokko geadopteerd. En dat is waar mijn man is geboren en getogen. En elk jaar, als er wat nodig is, dan deden we dat. Hè. Maar wat wel elke keer terugkwam, was die schooltas. Het schooljaar en kinderen hadden geen geld om die schooltas aan te schaffen. En toen dachten we, nou, dat is echt een kleine moeite. 150 tassen, dat gaan we gewoon doen. Maar ook als er andere dingen zijn, dat er geverfd moet worden of dat er iets gemaakt moet worden. Maar dit is wel steeds gaan groeien. En dit is het resultaat. Nou, Fatima heeft mij gebeld en gevraagd van, nou, wil je dit jaar meedoen? Nou, ik dacht, nou, daar ga ik geen nee tegen zeggen. Dat zei ik ook direct ja tegen. En toen hebben we nagedacht van, hoe gaan we het aanpakken? Nou, we gaan een Facebookpagina aanmaken en dan bereiken we die 150 wel. Nou, met Facebookpagina en ons netwerk. En omdat het is ook heel tastbaar. We vragen dus niet om geld, we vragen echt om tassen gevuld met schoolspullen. En dat is vertrouwelijker, waardoor veel meer mensen zich daarvoor gingen inzetten. Iedereen vond het zo'n leuk initiatief, iets anders. Ja, vandaar. We begonnen eigenlijk met van, joh, maakt niet uit waar je bent. Wij komen de tassen ophalen, mijn man en ik. En deze actie hebben we dat wel losgelaten, want dat zou onhaalbaar zijn. Ik kreeg al gelijk een tip van een vriendin uit Amsterdam. En die gaf aan van, joh, zij had ervaring met de Syrië-actie, zeg maar. Help Syrië de winter door. Rabia. En die gaf aan van, je moet met verzamelpunten gaan werken. 16. En ik had ook dit jaar, dat was het verschil met de jaren daarvoor, had ik gevraagd van, joh, kijk in je omgeving, nomineer 3 mensen die ook tassen gaan kopen. En die gaan ook weer 3 mensen nomineren. Dus eigenlijk als een olievlek is dat gaan verspreiden. Nou ja, en dit is het resultaat. En wie ben je en wat doe je op een vrije zaterdag hier? Nou, ik ben Mirjam en ik kom hier om de meiden bij te staan, even te helpen met inpakken en sorteren. Ja? Waarom vond je het belangrijk om dat te doen? Poeh, wat een vragen. Waarom het belangrijk is? Nou, ik vind dat we ieder ander zouden moeten helpen. Dus, en we hadden toch niks te doen, toch? Ja, ze kwamen handen tekort. Dus op zich was het mooi meegenomen om ze te helpen. En hoe hard is dit nodig in Marokko? Ja, heel erg hard. Want sommigen geven ook aan van, sommige kinderen hebben gewoon helemaal geen schoolspullen. Dus ja, ze moeten het maar doen met wat ze onthouden. En dat werkt niet zo. Dus ze wachten nu echt op schoolspullen. Want sommige weeshuizen die we gingen benaderen, zeiden ook van, ja, sorry, we zijn een beetje laat. Ik zei, dat geeft niet. Of ze nou nu geen schoolspullen hebben ze ook, over een week hebben ze het ook niet. En over een maand ook niet. Dus vandaar. En wat zit er allemaal in, Soumaya? Hier zitten potloden in, schriften. Gewoon echt spullen, stationary spullen. Kleurtjes, plak. In sommige zitten ook linealen. Er zitten in sommige ook rekenmachientjes. Echt gewoon waar je maar aan kan denken als je aan school denkt, zit erin. Dus mochten mensen zelf bepalen wat ze in zo'n rugzak deden dan? Die mochten dat zelf bepalen. En ik vind dat persoonlijk wel mooi, omdat het dan wat persoonlijker is. Overal zit wat anders in. Sommigen doen nog een cadeautje bij, een autootje of iets. Dus ja. Laila El Amrani, gebiedscommissieraadslid voor Feyenoord, bezocht vorig jaar zelf ook weeshuizen in Marokko. Er was een groep kinderen, waaronder ook 2 gehandicapte jongens tussen zaten. En die zaten in een rolstoel die helemaal niet geschikt voor ze was. Geen riemen, geen hoofdsteun.
En ook de kinderen, er was ook een tweelingmeisje tussen, waarvan haar zus nog bij haar vader woonde en zij zelf was afgestoten, allebei geen moeder. Zulke situaties kom je daar tegen. Het is, heel veel kinderen zijn daar ook afgestoten omdat ouders gewoon simpelweg niet kunnen betalen. Ze kunnen het gewoon niet aan om voor hun kind te zorgen. En dan worden ze gedropt in een weeshuis. En dan is het zo belangrijk dat ze bekostigd worden, dat ze krijgen wat ze nodig hebben, zodat ze een toekomst kunnen opbouwen. Want als je daar niet aan het werk kan, dan word je een bedelaar. En wat ik heel mooi vond aan het weeshuis waar wij gingen, sommige kinderen kwamen al binnen met het idee van ik moet gaan bedelen. En dan kwamen ze echt zo. En dan als ze naar buiten gingen, waren ze echt aan het bedelen. En daar werd ze echt geleerd dat zolang jij kan werken, dan ga je ervoor zorgen dat je ook gaat werken. Ook. Al kan je je been niet gebruiken, dan ga je je arm gebruiken. Kan je arm niet gebruiken, ga je je mond gebruiken. Totdat je echt helemaal niks meer kan gebruiken. En dat wordt ze aangeleerd van maak gebruik van je talenten. Zorg ervoor dat je ze gaat ontwikkelen. Zorg ervoor dat je wat maakt van je leven. En zij proberen dat zo goed mogelijk te ondersteunen. En wij willen dat weer vanuit Nederland, dat soort initiatieven weer ondersteunen. Omdat dan help je de toekomst van het land, de toekomst van de kinderen. En dan breek je die cirkel van bedelen, bedelen, bedelen. Ja. Wat ben je aan het doen? Ik ben aan het sorteren. Ja. En wat sorteer je dan? We hebben ook heel veel spullen gekregen voor de weeshuizen zelf. Dus verf, markeerstiften en dat soort dingen. En die zetten wij aan die kant neer. Zodat de rest verder kan met de tassen hier. En hoe belangrijk is het voor jou dat je dit op je vrije dag doet? Ja, heel belangrijk. Want ik heb natuurlijk tijdens mijn schoolloopbaan hier geen last van gehad. Ik had altijd mijn tas vol met spullen. Dus dat was vanzelfsprekend. En ja, anderen hebben dat niet. Okay. Ja, want hoe voelt een jong Marokkaans meisje in Marokko zich als ze zo'n tas krijgt, denk je? Ik denk hoopvol. Ja, maar misschien dat als je het wat minder hebt, dat je de hoop misschien een beetje kwijt bent. Als je anderen ziet die veel hebben. Dus als je zoiets ontvangt, dat je dan misschien wel denkt van oké. Okay. Dus dat kan nog altijd goed komen. Ja, er zijn mensen in Nederland die aan mij denken. Ja, precies. We dachten, nou, we gaan voor de 150. Het is een bescheiden doel. En dan hebben we wel alle kinderen voorzien in het weeshuis in Gemisset. Nou, toen zagen we dat het best wel hard ging. Dan hadden we, nou, oké, 500. Dan gaan we wel voor nog een weeshuis in de buurt. Nou, toen werd het zoveel. Toen zeiden Fatima en ik ook van, nou, laten we snel op zoek gaan naar organisaties. En ook het vervoer, we moesten ook echt kijken naar het vervoer. Hoe gaan we dat doen? Dat was wel even spannend. Je mag best weten dat ik daar wel wakker van heb gelegen. Maar toen heb ik mijn vriend en oud-collega Zeki Baran gebeld. En de Turkse gemeenschap heeft zich ermee bemoeid in zeer positieve zin. Deze plek waar wij nu aan het sorteren zijn is van Stichting ABI. Hier in Delfshaven en die heeft belangeloos en ook helemaal gratis eigenlijk deze ruimte beschikbaar gesteld voor tot en met de container komt. En nou ja, de container moest ook gefinancierd worden en daar hebben de vrienden van Meram hebben daaraan mee betaald FlyML Tours. Die gaat trouwens een gedeelte van de tassen alvast daar naartoe brengen. Comfly heeft bijgedragen en IHH, dat is ook een Turkse internationale hulporganisatie. Ja, dat doet wel wat met je. Ik bedoel, wij kunnen heel veel tassen verzamelen, maar het moet wel ergens terechtkomen. En dan is het mooi dat in die zin de link is gelegd met de Turkse gemeenschap. Ja, dat is gewoon ontzettend mooi. Ontzettend mooi. Waarom wilde u helpen met deze actie? Omdat voor de arme kinderen elders in de wereld hulp nodig hebben. Ik heb het gehoord. En toen dacht ik, nou, ik ga ook mijn steentje bijdragen aan zo'n mooie actie. Het is niet de eerste keer dat ik bij de activiteit van hun betrokken ben. Eerder was ook 60 wijskinderen wel eens besnijden.
Daar heb ik ook het aantal Turkse bedrijven benaderd. En die hebben gewoon geholpen met de besnijdenis van Marokkaanse kinderen. Dit is ook een hele leuke actie. Hè? Arme kinderen in Marokko, die hebben tassen nodig. Marokkaanse Rotterdammers, Nederlanders, die hebben ingezameld. En de Turken, wij helpen mee aan de transport. Dit is gewoon een mooie, goede samenwerking. En zo hoort een goede samenhorigheid. En hoe voelt dat voor u, dat u heeft kunnen helpen met een Marokkaanse actie? Ja, ik zie zo niet. Het zijn allemaal mensen die gewoon hulp nodig hebben. Ook als ze gewoon niet Marokko zijn, maar bijvoorbeeld in Tunesië of een ander land, zou ik ook geholpen hebben. Even kijken hoor. Ja, superleuk hè. Echt duidelijk een meisjestas. Wat er allemaal in zit. Ik zie hier. Knutselpapier. Schriftjes. Grote schrift, twee kleine schriftjes. Stiften. Een etui. Wat gevuld is. Waarschijnlijk zitten er ook potloden in, gummen en dergelijke. En zou jij als meisje er ook blij mee zijn geweest? Ja, super. Tuurlijk. Hier zou ik echt super blij mee zijn geweest, ja. Merk je dat zelf als je in Marokko bent, hoe hard het nodig is dat we dit doen vanuit Nederland voor de kinderen daar? Ja, het verschil tussen arm en rijk is daar gigantisch groot. En ja, het is ook best wel triest om te zien. Hè? Je loopt een blok om, dan zie je villa's staan. Een andere blok zijn van die krotwoningen. En des te harder hebben ze onze hulp vanuit Nederland onder andere nodig. En dat is waar wij ons met z'n allen voor inzetten. Ja. En zou je persoonlijk ook iemand kennen in Marokko, een kind waarvan je denkt, nou, die zou het echt nodig hebben? Ja. Genoeg neefjes en nichtjes uit het dorp. Ja, ja, ja. Voor mij is dit is een toekomst redden van een kind. Van elk kind wie we een tas zeg maar geven, die we blij kunnen maken. Want ik heb afgelopen zomer zelf ook vrijwilligerswerk gedaan in Marokko. En toen heb ik ook echt gezien hoe het eraan toe gaat. Ik heb zelf Engelse les gegeven aan blinden. En toen dacht ik ook van, ik wil me hiervoor blijven inzetten. Je voelt je ook voldaan, omdat je zoiets hebt van, ik heb van God heb ik mijn gezondheid gekregen, ben ik gezegend met mijn welzijn, wat ik allemaal heb. En dan het minste wat ik kan doen is terug doen voor een ander. Dus het is voor mij echt, in mijn hart gaat er ook helemaal van tekeer. Dus ja. Hoe belangrijk is dit voor die kinderen daar in Marokko? Ja, ontzettend belangrijk. Heel veel kinderen die hebben dat begin nodig, weet je wel. Gewoon een tas, alles erin. En gewoon met een frisse start beginnen aan een nieuw schooljaar. En je niet anders voelen omdat papa en mama geen tas kunnen kopen. Dus dat doet al wat met jezelf. Daarnaast, we krijgen zoveel positieve geluiden, ook uit Marokko nu te horen. Van, joh, jullie moesten eens weten wat jullie hier hebben aangericht. Die hebben van deze actie gehoord. We hebben nu gisteren, dat is echt een mooi verhaal. Dat is een plek helemaal in de Sahara, in het zuiden van Marokko. Die heeft aangegeven van, nou ja, wij worden altijd vergeten en altijd overgeslagen omdat we zo ver zijn. Is het mogelijk dat wij ook een deel van die tassen krijgen? We hebben daar natuurlijk ja op gezegd. We hebben natuurlijk wel de voorwaarden gesteld van, joh, kom ze ophalen. En het belangrijkste is dat er foto's worden gemaakt, zodat mensen hier die donatie hebben gedaan, dat die wel kunnen zien van, joh, het komt wel ergens terecht, die duizenden tassen. Ja.